Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Brussels minister-president Rudy Vervoort is voor een coronapas in zijn gewest, waar de vaccinatiebereidheid niet altijd even groot is. Misschien krijgen de mensen de uitnodiging en ze weten niet over wat het gaat. Dus ze komen bij mij niet omdat ze zeggen, ja, wat is dat, wat dient dat? Ik denk dat ze dus dat gewoon wegsmijten. En dus daarom, natuurlijk, als ze dat wegsmijten, kunnen ze niet zich laten vaccineren. Ik praat erover met Erika Vliegen en met Inge, neven van de Brusselse Gezondheidsinspectie. Een juridische clash tussen Apple en de producent van Fortnite. Wat betekent dat precies? Bram van de Putten legt het uit. En als de regering meer elektrische auto's op de weg wil, zullen we dan moeten vechten om een laadpaal? We gingen kijken in Nederland. Het is maandag 3 mei. Hartelijk welkom. De Brusselse minister-president Rudy Vervoort vindt het een goed idee om in ons land een coronapaspoort in te voeren als iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren. Wie twee prikken heeft gekregen, een recente negatieve test kan voorleggen of onlangs besmet is geweest, kan met zo'n coronapaspoort naar de kapper, de rijschool of een sportzaal. In het Brussels hoofdstedelijk gewest is nipt 70% van de 65-plussers gevaccineerd. In Vlaanderen is dat 90%. We gingen kijken in Knokke en in Sint-Joost-de-Noden. Lauke van den Driessen en Stijn Valk. J'ai eu le vaccin. Moi j'attends le deuxième. Maar je veux bien que tout le monde vaccine. Comme ça, tout le monde protège à tout le monde. On fait partie d'un petit club de seniors et tout le monde est vacciné, oui, il n'y a pas de souci. On parle pas beaucoup français, on a déjà fait, c'est fini, on attend le deuxième. Oui. Oui. Même chose. Het Houwaardplein, hartje Sint-Joost-de-Noden, deze namiddag. Het heeft iets van een vaccinatiereclamecampagne. Alle ouderen die we hier aanspreken zijn al minstens één keer geprikt. Nochtans doet Sint-Joost het in de cijfers niet goed. Je suppose que vous ne rencontrez que ceux qui sont d'accord. Les autres, vous ne les verrez pas, probablement. Entre communauté, j'ai attendu. Parce qu'ils ont eu peur. Van de 65-plussers in Sint-Joost is nog maar 54% gevaccineerd. Een pak minder dan het Brussels gemiddelde van 70% en het Vlaams gemiddelde van 90%. Sint-Joost is de armste, internationaalste en dichtbevolkste gemeente van België. Deze buurtapotheker kent zijn mensen, maar niet allemaal even goed. 10,80 euro, s'il vous plaît. Er zijn veel mensen, spijtig genoeg, die de taal niet kunnen spreken. Dus die spreken alles behalve Frans, Nederlands, Engels. En misschien krijgen de mensen de uitnodiging en ze weten niet over wat het gaat. Dus ze krijgen een brief in hun brievenbus en dan zien ze dat. En ik zou zeggen, één of twee die dat niet begrijpt, probeer niet te weten over wat het gaat. Dus ze komen bij mij niet omdat ze zeggen, ja, wat is dat, om wat dient dat? Ik denk dat ze dus dat gewoon wegsmijten. In het welvarende Knokke lijken Nederlands en Frans veel minder een probleem. Ligt het daaraan niet zeker, maar de Knokse vaccinatiegraad voor 65-plussers bedraagt maar liefst 97%. Ik ben voor de eerste maal gevaccineerd. Ja. 1 maal nog maar. Hoe komt het dat hier in Knokke de mensen zo graag gaan? Zo graag gaan? Ja, dat weet ik niet. Omdat het nodig is, zeer. Heb je wel eens rondgekeken? Ja, ja. De appartementjes die dat bewoond zijn, hè? Nog grijzer dan wij. Ja. Knokke-Hei stelt veel ouderen. Een omgekeerde leeftijdspyramide. Van de 30.000 inwoners is inmiddels zowat de helft gevaccineerd. Tot grote trots van Chris de Meijeren, plaatsvervangend burgemeester. Wij houden de mensen warm om zich te vaccineren. Onze vaccinatiebereidwilligheid bij de bewoners is ook heel groot. De mensen willen die vrijheid terug. De mensen willen hun kleinkinderen terugzien. Dus we bellen ze op, we blijven ze bellen. We geven ze de laatste duwtje om zich toch te laten vaccineren. We doen er alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de mensen naar hier te krijgen. Want er waren wel twijfelaars. Er zijn altijd twijfelaars, maar dat is nu eenmaal zo in het leven.
die twee zijn uit Brussel en ik woon in Knokke. Mais voilà. Comment ça se fait que, par exemple, à Saint-Jos à Bruxelles? Ah oui, mais ça, ah. Je ne sais pas. On est d'un autre côté. Parce que ça va plus difficile à Saint-Jos, apparemment. Parce que c'est une population tout de même d'étrangers. Ils ne comprennent peut-être pas toujours le sens de la. Maar jullie hebben nooit getwijfeld. Nee, eigenlijk. Enfin, misschien een beetje wantrouwen tegenover die AstraZeneca wel. De vaccinatiegraad mag in Knokke dan wel hoger liggen dan in Sint-Joost, maar het wantrouwen tegen AstraZeneca overstijgt gemeentegrenzen. Nee, je hebt er minder. Als je AstraZeneca hebt, dan zou je het willen. C'est pas bon ça, pas bon. Voilà, c'est le muscle là. Mais personne qui le compte de ça. Trois mois. C'est après trois mois, ils veulent faire une deuxième. Yeah. Mais la grande majorité, ils prennent BioNTech. Pfizer moderne. Ouais, Pfizer moderne, ouais. In een poging de weerstand tegen AstraZeneca te temperen, besliste Brussel vandaag om de wachttijd tussen de twee dosissen in te korten van 12 naar 8 weken. Verder wordt ingezet op mobiele teams en het opbellen van wie niet inging op de uitnodiging in de hoop de vaccinatiegraad zo op te krikken. Maar willen ze daar wel op wachten in Knokke? Er zijn allerlei redenen. Daarom ook dat Jan Bon, de minister-president, gezegd heeft: waarom zouden wij niet ergens alternatieven zoeken voor Vlaanderen om toch ergens iets terug in gang te zetten? Eerder dan in het Brusselse en in het Waalse. In Vlaanderen is daar een bereidheid om zich meer te laten vaccineren. En dat is toch wel een goed punt, dacht ik. En als anderen dat niet doen, ja, waarom moeten wij onder ons bij neerleggen? Nee, helemaal niet. Laat zij doen wat zij willen en wij zullen wel doen wat wij willen. En we gaan voor een reactie naar Erika Vliegen. Goedenavond, professor Vliegen. Ja, we zagen het net. Knokke en Sint-Joost, een heel concreet verschil in vaccinatiegraad. Wat is de impact daar precies van? Wel, de vaccinatiecampagne is natuurlijk nog volop bezig, dus laat ons hopen dat dat niet zo blijft. Maar het is natuurlijk niet goed in eerste instantie voor de mensen zelf, voor de gemeente zelf, waar dat je een lage vaccinatiegraad hebt, omdat je daar natuurlijk veel meer kans hebt dat die mensen zelf nog ziek kunnen worden. Maar het zit verder dan dat. Gemeenten kan je niet zomaar hermetisch van elkaar afsluiten, gewesten, gemeenschappen ook niet. België is zo klein, die grenzen zijn zo poreus. Vaccinatie is echt een gemeenschapsgebeuren en een collectief gebeuren. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je in alle gemeenten zoveel als mogelijk mensen kan bereiken. Ook die mensen die je traditioneel niet goed kan bereiken, om heel veel verschillende redenen. Met andere woorden, groepen van mensen die zich niet laten vaccineren, dat kan gevolgen hebben voor de opflakkering van het virus. Ja, dat is het hem juist. Hè. Dit gaat niet alleen over u als individu, van ik kies daarvoor of ik kies daar niet voor. Maar het gaat eigenlijk over, geven we het virus in ons land, in onze gemeenschap, in onze populatie, nog heel veel kans om te circuleren. Want als je heel veel plekken hebt waar dat virus kan rustig verder woekeren, dan is dat een ideale kweekbodem om inderdaad verder varianten uit te selecteren. En ook om mensen die wel gevaccineerd zijn, maar waar om een of andere reden dat vaccin wat minder effectief is, en dat weten we, dat bestaat. Ja, die mensen kunnen ook nog altijd ziek worden. Dus de bedoeling is toch wel om zoveel als mogelijk mensen te vaccineren, om zoveel als mogelijk immuniteit aan te maken, zeg maar, waardoor dat virus eigenlijk zo weinig mogelijk kans krijgt om nog verder te circuleren en eigenlijk zoveel als mogelijk een klein vuurtje of hopelijk een uitgedoofd vuurtje wordt. Want we hebben het nu heel de tijd over de vaccinatiegraad, maar voor alle duidelijkheid, 90% vaccinatiegraad is iets heel anders dan 90% immuniteit bereiken. Dat is helemaal iets anders. Ja, precies, want we weten dat die vaccins, een beetje afhankelijk van welk type vaccin, die hebben geen 100% werkzaamheid. Hè. Dus inderdaad, als je 90% van de mensen gevaccineerd hebt, dan kom je een aantal percenten lager uit, hè, afhankelijk van de combinatie van welke vaccins dat je gebruikt hebt. Dus daarom is het belangrijk om op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te vaccineren. En zeker en vast ook op zoek te gaan naar die mensen waar dat je
al op voorhand verwacht of weet dat de boodschap misschien onvoldoende gaat doorgedrongen zijn om diverse redenen. Inderdaad, taal kan een reden zijn, maar ook het niet goed omgaan met computers of met telefoons om afspraken te maken en dergelijke. Ja, soms zijn er gewoon te veel hindernissen en is het belangrijk om gewoon bij de mensen zelf aan te kloppen of mensen op een andere manier proberen te contacteren. Dat is echt in eenieders belang in de hele maatschappij. Ja, men probeert duidelijk mensen ook te stimuleren. Er is nu sprake, ook minister-president Vervoort, is daarvoor van een coronapaspoort. Wat denkt u daarvan? Wel, zoals u weet, we zijn binnen de GEMS met een uitgebreidere werkgroep over al die aspecten nog bezig. Dus ik wil daar niet te veel op vooruit lopen. Maar natuurlijk, een van die elementen, enerzijds kan dat heel aantrekkelijk en interessant zijn. Maar anderzijds moet je natuurlijk ook op dat moment zeker kunnen zijn dat iedereen ook echt de kans heeft gehad om gevaccineerd te worden. En daarom is het juist ontzettend belangrijk dat iedereen echt ook een faire kans krijgt. Want een aantal mensen zijn er zich misschien nauwelijks aan bewust dat ze op dit moment die kans aan zich laten voorbijgaan. Of weigeren dat omdat ze eigenlijk onvoldoende goede informatie hebben gekregen. Dus die stap is eigenlijk heel, heel, heel belangrijk alvorens dat je andere beslissingen kan nemen over de betekenis van het gevaccineerd zijn. Oké, professor Vliegen, dank u wel. Ja, mevrouw Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie. Als we dit horen, professor Vliegen, het is heel vervelend, denk ik, voor uw gezondheidsdiensten dat een aanzienlijke groep mensen zich niet laat vaccineren. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat een grote uitdaging is die we hebben. Ik denk ook wel, dus we zitten wel aan 70%. Dus we zitten al aan het initiële objectief dat gesteld was geweest. En we zien ook wel dat de vaccinatiegraad ook nog bij die oudere populatie toch nog elke dag lichtjes stijgt. Mm-hmm. Dus we hebben nu sinds een paar weken echt wel heel veel ingezet op heel veel lokale campagnes eigenlijk. Gemeente per gemeente. En we zien daar ook dat de gemeentes die het minst gevaccineerd waren, nu ook het meeste mensen toch kunnen motiveren om zich te laten vaccineren. Inhaalbeweging maken. Toch om nog even te benadrukken. We hoorden het ook net hier, 70% vaccinatiegraad, zegt u. Maar dat is iets heel anders dan de immuniteit die daarmee moet bereikt worden. Dus als je vergelijkt met Vlaamse gewest, 90% of meer, is dat niet goed, toch? Nee, dat klopt. En ik denk dus dat het net daarom ook is dat we blijven inzetten om te blijven sensibiliseren, te blijven echt met mensen te praten. Vooral via vertrouwenspersonen dat we proberen te werken. Want we merken ook wel dat als je gewoon inderdaad die brief stuurt of iemand opbelt vanuit het callcenter, dat dat eigenlijk een gesprek is dat niet veel zin heeft. Ja, want ik neem aan dat er ook grenzen zijn aan wat u daar kan doen. Wat kan u nog meer doen dat u echt denkt dat gaat het verschil maken? We zien nu, dus we zijn sinds vorige week echt begonnen ook om bijvoorbeeld in Sint-Joost-de-Noode is er nu ook een infostandje gezet op de markt. En dus op donderdag, als er dan de mensen langskomen, die worden ook actief aangesproken. Mm-hmm. En die worden ook onmiddellijk ingeschreven. Dus we hebben ook ons systeem veranderd. Hè, waarbij we dus eigenlijk nu mensen gewoon kunnen inschrijven op basis van hun paspoortgegevens. En waardoor er eigenlijk heel veel mensen, dus ook apothekers en ook dokters en ook mensen dus die in de straat werken, dus gemeentewerkers. We hebben ook lokale acties opgezet eigenlijk met dus die inschrijvingspunten, waar de mensen langskomen, die worden door de markt aangesproken en worden onmiddellijk eigenlijk ook ingeschreven om zich te gaan laten vaccineren. Ja, dat is wel heel intensief, hè? Dat is zeer intensief, maar we proberen het wel te doen, omdat we denken dat het nodig is om dat op die manier te doen. En net er ook voor te zorgen dat we eigenlijk alle mensen, ook in hun taal, zoals er juist ook gezegd werd, en ook de mensen die eigenlijk niet gedigitaliseerd zijn, op die manier eigenlijk zeer goed te gaan kunnen bereiken. Ja, want de uitval moet toch wel aanzienlijk zijn, want ja, veel mensen die mensen in Brussel kennen, bij ons op de redactie is bijvoorbeeld ook het geval, ja, eigenlijk de leeftijd waarop mensen aan bod kunnen komen in Brussel wordt al maar jonger in vergelijking met andere provincies. Ja, dat klopt. En ik denk dat er daar twee aspecten spelen. Enerzijds is het zo dus dat de bevolking in Brussel jonger is. Mm-hmm. Hè, dus de leeftijdspyramide van knokken is bij ons helemaal omgekeerd, denk ik. Ja, vooral een jonge bevolking. Ja. Dus dat speelt natuurlijk mee dat we daardoor sneller in leeftijd zakken. En daarnaast is het inderdaad ook wel zo, ja, als je die 70% ten opzichte van de 90% vergelijkt, ja, dan zit je wel met toch wel een kloof. Mm-hmm. Hè, en ik denk dat wij ongeveer nog een 20.000-tal 65-plussers hebben om aan 85% te geraken. Dus dat is een beetje waar we inderdaad naar aan het werken
plekken zijn. We voorzien natuurlijk wel dat er genoeg plaatsen zijn voor die mensen als ze nog willen gevaccineerd worden. Er zijn ook de mobiele equipes waarvan sprake was in het filmpje, waarbij we dus mensen thuis gaan vaccineren, waardoor we ook denken dat er nog een heel aantal mensen wel gaan bijkomen. Ja. En we zien nu de evolutie de laatste 2 weken, waar we toch wel zien dat het toch nog wel de lokale acties die we ondernemen toch wel een effect dat hebben. Iets opleveren. Een woordje ook over AstraZeneca, want u hebt toestemming gekregen van de vaccinatie taskforce om de wachttijd tussen die 2 prikken in, we zagen het ook in de reportage, aanzienlijk te verkorten, omdat ook dat meer zou stimuleren? Ja, we hebben eigenlijk ook gezien dus inderdaad dat dus de afspraken die mogelijk waren voor de AstraZeneca-vaccins, dat ze de mensen inschrijven, zien ze door de duurtijd dat ze een AstraZeneca-vaccin gaan hebben. Mm. En dat ze eigenlijk gewoon die afspraken terugcancelden. En dus dan hebben we eigenlijk ook daar navraag rond gedaan. En dan bleek ook inderdaad dus dat de duurtijd, zoals er net ook werd gezegd, wel zeer lang was eigenlijk ook, naast een aantal andere aspecten van AstraZeneca. En dus dan hebben we gekeken dat het wetenschappelijk nog verantwoord is om toch tot 8 weken te gaan. En dan toch met een duurtijd te zitten waarbij we denken dat mensen toch zich nog gaan laten vaccineren. Het coronapaspoort, eigenlijk zelf de vraag voor u als aan professor Vliegen. Bent u voor? Ja, ik denk dat het opnieuw een zeer moeilijk en een zeer evenwichtig debat is dat moet gevoerd worden. Mm-hmm. Enerzijds denk je natuurlijk van het is goed als iedereen de kans heeft gekregen dat we ook op een of andere manier ook mensen ook wel stimuleren om zich te laten vaccineren. Natuurlijk is het stukje iedereen moet die kans gekregen hebben, moet natuurlijk ook wel ingevuld zijn. Want je hebt wel de indruk dat minister-president Vervoort op die manier de druk wil gaan opvoeren. En ik denk dat dat op zich goed is. En dat is natuurlijk ook het publiek dat minister Vervoort luistert, die daar zeker op zal inspelen. En daarnaast moeten wij blijven inzetten ook, bijvoorbeeld, want daar hebben we het niet over gehad, de mensen zonder papieren, de daklozen en zo verder, die komen er ook nog allemaal aan. Waar wij ook weer met gespecialiseerde organisaties die mensen ook gaan sensibiliseren en ook gaan vaccineren, waardoor die vaccinatiegraad ook naar boven moet. Maar als je tegen die mensen gaat spreken over naar een concert te gaan of op restaurant te gaan, dan heeft dat voor hun ook niet veel verhaal. Dus ik denk dat het zeker een goede initiatief kan zijn voor een stuk van de populatie. Oké, mevrouw Neven, dank u wel voor dit gesprek. Alsjeblieft. In de VS gaat een belangrijk proces van start tussen Apple en Epic Games, de producent van de populaire Fortnite-game. Epic Games is het beu dat Apple zijn betalingssysteem oplegt aan alle apps. Die moeten ook nog eens een deel van de opbrengsten afstaan. De strijd tussen beiden is al een tijdje aan de gang en wordt in het wereldje met argusogen gevolgd. Dit is Fortnite, een van de populairste games ooit, goed voor 350 miljoen spelers. Maar niet op iPhone of iPad. Sinds vorige zomer is het computerspel niet meer te vinden in de App Store, na een conflict met Apple. For years they have given us their songs, their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. Epic Games, de maker van het spel, lanceerde een frontale aanval op het verdienmodel van Apple's App Store. Dat model is even eenvoudig als lucratief, want bij elke aankoop strijkt Apple een commissie van 30% op. Epic Games wou dat systeem omzeilen, tot grote woede van Apple dat het computerspel uit de digitale winkel gooide. Het laatste woord is nu aan de rechtbank in Californië, maar ook de rest van de technologiewereld kijkt aandachtig toe. En hier bij ons collega Bram van de Putten, die dit allemaal op de voet volgt. Bram, waarom is dit zo belangrijk? Ja, het lijkt voor veel mensen misschien een banale ruzie tussen 2 bedrijven, maar eigenlijk gaat het echt over de kern van een hele discussie die al een hele tijd bezig is in de technologiewereld. Het gaat eigenlijk over machtsmisbruik van hele grote bedrijven, in dit geval dus Apple. En ik heb een paar mensen gebeld in de wereld die apps maken en die zeggen van dit is eigenlijk de strijd, de juridische strijd van het jaar. Dit kan een heel beslissende rol spelen in de toekomst van appwinkels, van de technologische wereld. En om maar te zeggen hoe belangrijk het is, Tim Cook zelf, de grote baas van Apple, die gaat ook een getuigenis afleggen op deze juridische zaak. Een van de komende dagen zal dat zijn. Dus het zegt wel wat over het belang voor een bedrijf als Apple. Mm-hmm. En het zat daarnet ook al kort in de reportage. Het draait eigenlijk allemaal rond die 30% marge die Apple neemt op elke verkoop in de App Store. En daar draait de discussie eigenlijk echt om.
We weten niet exact hoeveel Apple verdient met die 30% marge. Het bedrijf geeft daar geen cijfers over vrij, maar we kunnen wel een soort van inschatting maken, een berekening. We weten dat de omzet jaarlijks $50 miljard is in die App Store. Als je daar 30% van neemt, dat is dat $15 miljard. Dus echt wel een aanzienlijk bedrag. Dat is geen peulenschil. Nu, Bram, het gaat ook veel breder dan Fortnite, want Apple staat ook onder druk van andere merken en bedrijven. Ja, absoluut. Het is eigenlijk een bonte coalitie van allerlei bedrijven. Fortnite, Epic Games dus, maar ook Facebook, verschillende datingapplicaties. En ook Spotify, een van de bekendste muziekstreamingapplicaties. Die hadden eerder al klacht ingediend bij de Europese Commissie omwille ook van dat machtsmisbruik door Apple. En vorige week vrijdag heeft de Europese Commissie daar ook een eerste uitspraak over gedaan. Dat was commissaris Vestager. Ik stel voor dat we daar even naar kijken. Our preliminary conclusion is that Apple abused its dominant position for the distribution of music streaming apps through its App Store and distorted competition in the music streaming markets. To reach Apple users, music streaming providers, they have to go via the App Store and accept the rules that Apple imposes on them. Our preliminary finding is that Apple exercises considerably market power in the distribution of music streaming apps to owners of Apple devices. On that market, Apple has a monopoly. Ja, dit ging heel concreet over die muziekstreaming-applicaties, maar er is ook heel veel onvrede, bijvoorbeeld bij krantenuitgevers, internationaal, maar ook in ons land. Dat zijn dan de grote kranten, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Standaard enzovoort. Die vinden ook, als ze bijvoorbeeld abonnementen willen verkopen door gebruikers die dat op een iPhone of een iPad lezen, ja, ook dan gaat er eigenlijk 30% marge naar een bedrijf als Apple. En die bedrijven willen daar eigenlijk vanaf. Ze vinden dat geen eerlijke concurrentie. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken alsof je een krant koopt in de winkel en alsof dat de winkeluitbater daar ook nog eens 30% winst van wil opstrijken. Dus daar is echt al heel lang onvrede over. En nu is er eigenlijk het eerste bedrijf die die juridische stap neemt om de strijd aan te gaan met Apple. Ligt eigenlijk heel wat pijnpunten bloot van het hele businessmodel van Apple, iets dat elke Apple-gebruiker aanbelangt. Ja, eigenlijk wel. Want je zou kunnen redeneren, Kathleen, dat als die 30% marge er niet is, dat eigenlijk alles 30% goedkoper wordt voor een gebruiker. Alle apps die we betalen zouden in principe goedkoper kunnen zijn als die marge wegvalt. Maar dat zegt inderdaad veel over het hele businessmodel, het bedrijfsmodel van Apple. Eigenlijk wil het bedrijf alles in één grote, veilige, afgesloten omgeving houden. Dat heeft voordelen ook. Het is allemaal heel gebruiksvriendelijk voor klanten. Je kan heel makkelijk iets kopen op die App Store. Ja, er is natuurlijk ook een keerzijde aan die medaille, is dat dat iets meer kan kosten. Het probleem is ook, die 30% marge zorgt voor heel wat ontwikkelaars, mensen met een idee voor een applicatie, dat ze soms de stap niet nemen om die applicatie te bouwen. Ik sprak vandaag met een Belgische appontwikkelaar die zei van heel veel ideeën blijven eigenlijk op onze tekentafel liggen. Want als we dan het financiële plaatje erbij nemen, dan zien we dat door die 30% ons idee eigenlijk niet levensvatbaar is en financieel gewoon geen enkele kans maakt. Mm-hmm. Kan je op een of andere manier inschatten hoe dit steekspel eindigt? Ja, dat is een heel moeilijke vraag, Kathleen. Alle experten en watchers vinden het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Ja, het kan eigenlijk twee kanten op. Apple kan deze zaak winnen en dan is de machtspositie van Apple nog steviger dan een paar weken geleden. Het kan ook zijn dat Epic Games hier als winnaar uitkomt en dan zou het kunnen betekenen dat bijvoorbeeld die marge van 30% zou kunnen zakken naar 15% of 20%. Dus zou het iets goedkoper worden. Het kan ook zijn dat heel dat systeem wordt opgebroken en dat er bijvoorbeeld concurrerende app stores op Apple iPhones komen. En dan staat heel dat businessmodel van Apple eigenlijk onder druk. Het wordt uitkijken. Eind mei ongeveer wordt er een uitspraak verwacht. Oké, dankjewel, Bram. In 2026, binnen 5 jaar al, zullen alleen bedrijfswagens zonder schadelijke uitstoot nog fiscaal interessant zijn. Dat is tenminste een voorstel van de regering. Het zou de definitieve doorbraak van de elektrische wagen kunnen betekenen. Maar elektrisch rijden lukt niet zonder laden. Zijn Vlaanderen en pendelhoofdstad Brussel klaar voor de elektrische omwenteling van het wagenpark? Stijn Valk en Bjorn van Laren gingen kijken in Amsterdam en Utrecht. Ze zijn er wel, maar we zien ze gewoon nog niet veel. Volledig elektrische auto's. Zowat 25.000 zijn er in België. Op een wagenpark van bijna 6 miljoen nog geen 0,5%.
Vorig jaar waren er wel zo'n 300.000 nieuwe bedrijfswagens. En binnen 5 jaar zouden die dus allemaal aan de stekker moeten. Ziet u dat al gebeuren? In Nederland is de elektrische versnelling al veel meer ingezet. En Amsterdam is intussen de Europese hoofdstad van de laadpalen. Elektrische wagens om te delen of een eigen model. Van groot en duur naar piepklein en veel minder duur. Het is volledig elektrisch, ja. Ik laad hem hier op, zo, via hier, met mijn sleuteltje. En dan kan ik hem gewoon thuis zelfs opladen. Ja. Makkelijk in de stad? Heel makkelijk, ja. En heel klein, dus... Hoeveel kost zo'n volle batterij opladen? Hoeveel moet ik me daarbij voorstellen? Misschien 2 euro per keer. Ja. En dan rij je? En dan 80 kilometer kan je dan. Ja. Je rijdt er een hele dag mee rond en 's avonds laat je hem op en je kan de dag nadien weer verder. Ja, zo gaat het. Ja. Het is echt heel fijn. Hier staan we op het Raamplein. Het Raamplein is een bijzondere locatie in de uitrolstrategie van Amsterdam. Want in het Raamplein komen verschillende modaliteiten samen. Daar zie je een MyWheels deelauto, hier zie je een Six deelauto. Daarnaast een ondernemer die daar staat. Woonverkeer, werkverkeer, bezoekers van Amsterdam komen allemaal op zo'n plek als deze samen. En wat je natuurlijk ziet is dat die gebruikspatronen van deze verschillende type auto's, van een deelauto of van een ondernemer, zijn complementair aan elkaar. Een ondernemer begint om 9 uur en eindigt om 5 uur met zijn werk. En een bewoner komt om 6 uur aan en die laat over de nacht heen. Elektrisch rijden in de stad is perfect mogelijk. Tenminste met slimme laadpalen. Wetenschappers als Jurjen Helmus proberen vraag, aanbod en beschikbare stroom zo perfect mogelijk op elkaar af te stemmen. Gouden regel, een laadpaal mag niet te ver te zoeken zijn. De dichtheid in Amsterdam is enorm, ja. En je hebt altijd binnen 1 of 2 minuten lopen wel ergens een laadpaal die je kunt gebruiken. Maar goed ook, want binnen 9 jaar mag je Amsterdam alleen nog elektrisch binnen. Ja, dat gaat lukken. Amsterdam heeft het gehad met de uitstoot van wagens. Het stadsbestuur besloot er komaf mee te maken. En in 2030 is het dus zover. Mensen in Amsterdam leven een jaar minder gemiddeld genomen door de slechte luchtkwaliteit. En dat is zo'n belangrijk gegeven geweest voor de gemeenteraad dat er echt gevraagd is om een actieplan schone lucht. En daar is uit voortgekomen dat het verkeer een belangrijke bijdrage levert aan de problemen van de luchtkwaliteit. Veel fijnstof, veel stikstofdioxide. En dat kunnen we oplossen door over te stappen naar elektrisch verkeer. Tegen het jaar 2030 zouden er 80.000 laadpalen moeten staan in Amsterdam. Ook hier is dus nog werk aan de winkel. Er zijn ongeveer 5000 laadpalen op dit moment. Voor Amsterdam? Voor Amsterdam. Heeft u een idee hoeveel er in Brussel zijn bijvoorbeeld? Ik heb me daarin niet verdiept, hoe het in andere steden staat. Ik weet wel dat in Amsterdam er heel veel energie al in het verleden ingestoken is om zo snel hier te komen. Het zijn er 161. Oh, dat is wel een stuk minder. Ik hoop dat mensen in Brussel dan wel makkelijk met de auto kunnen rijden. Want dat wordt wel ingewikkeld natuurlijk, zonder laadpalen. Komt het nog goed? Met België? Jazeker. Ja, het komt zeker goed. Als er een strategie komt op globaal niveau, dus op gouvernementeel niveau en op lokaal niveau. Federale, intergewestelijke en stedelijke samenwerking in België dus. In afwachting beginnen ze in Nederland alvast met de volgende stap. Ook het vrachtverkeer elektrisch krijgen. Niet evident, maar op dit bedrijventerrein net buiten Amsterdam is het doel om de dieselpomp zo snel mogelijk in het museum te krijgen. Maar voor een toekomst die echt tot de verbeelding spreekt, rijden we nog even verder. Naar Utrecht. De automobiel was natuurlijk onderdeel van het probleem. Met dieselgate en luchtvervuiling. Veel sterfte in steden, ook door slechte luchtkwaliteit. En nu worden ze onderdeel van de oplossing. Robin Berg is ervan overtuigd dat we niet ondanks, maar dankzij de wagen het klimaat kunnen redden. Hij zorgde voor een veelbelovend testproject in zijn eigen wijk Lombok. Ja, wij zien eigenlijk die elektrische auto als een batterij op wielen. Wij gaan de stad volzetten met elektrische deelauto's, zodat mensen ook goedkoper en efficiënter elektrisch kunnen rijden. Maar die gaan dus ook de batterijbuffer van de stad vormen.
Meer en meer kunnen we goedkope energie uit wind en zon halen. Het probleem zijn de pieken en de dalen. Wat als een auto niet alleen elektriciteit zou verbruiken, maar volgeladen ook stroom zou kunnen afgeven? Eén zo'n autobatterij is voldoende om dit hele huizenblok 24 uur van energie te voorzien. En dan hebben we het over één auto. Als je dat voor de hele stad Utrecht zou doorrekenen, heb je aan ongeveer 10.000 auto's genoeg voor alle huishoudens in Utrecht. En als je dat voor heel Nederland zou berekenen, heb je aan ongeveer 1 tot 1,5 miljoen auto's voldoende om het hele land te balanceren. Om een idee te geven, in Nederland zijn 8 miljoen auto's op dit moment. De laadpalen hier in de wijk Lombok kunnen de stroom dus voortaan beide kanten uitsturen. Richting de auto of richting de huizen. 3000 huishoudens zullen zo maximaal kunnen profiteren van hernieuwbare energie. Een idee ontstaan op het dak van Robin Berg. Dit gaat overal gebeuren. En waarom? Omdat het eigenlijk... Het is de goedkoopste technologie, het is de schoonste technologie. En we worden er allemaal beter van. Als je dat aan elkaar knoopt, je maakt dat een beetje slim. Dan kunnen die kolencentrales echt heel snel uit. En kunnen we echt snel af van die fossiele bronnen. Dit decennium en het decennium daarna gaat het gebeuren. Binnen nu en 20 jaar is dit wereldwijd. Made in Lombok. Onder andere made in Lombok. Dit was Ter Zake. Zo meteen is de afspraak er met Farah. Nog een heel fijne avond en tot morgen.